De winnaar in de categorie Omroep Vrijwilliger van het Jaar is Alice Rijkers van Alice Rijkers uit Nijnsel is vrijdagavond in Hilversum uitgeroepen tot omroepvrijwilligster van het jaar. Een prijs die is ingesteld door de NLPO, de landelijke organisatie van alle lokale omroepen in Nederland. Alice Rijkers, die van beroep fotograaf is, is al vanaf de oprichting van Omroep Meierij actief als programmamaakster en heeft vooral furore gemaakt met het project Hoe gaat het met jou? Portretten met slachtoffers van de coronapandemie. En natuurlijk was ze zenuwachtig toen ze vrijdagavond op de rode loper voor het pand van Beeld en Geluid onder andere werd opgewacht door een cameraploeg van Hart van Nederland en van Omroep Meierij. Zenuwachtig? Dat was ik niet, maar daar begin ik nu toch wel een beetje te worden, voel ik. Ja, beginnen toch wel wat kriebeltjes te ontstaan. Kijk eens even terug naar het allereerste idee voor Hoe gaat het met jou? Weet je nog hoe je er eigenlijk op dat idee gekomen bent? Ja, ik was toen de eerste lockdown en ik deed heel veel wandelen. En ik wandelde bij ons, hadden heel mooie natuur. En ik was daar aan het wandelen. En ineens dacht ik, oh, je ziet allemaal die fotografen die foto's maken van mensen met een voordeur. Maar ik wil die verhalen. En ik dacht, ja, ik zit natuurlijk bij Omroep Meierij. Ja, we vertellen verhalen. Nou ja, met Jan over gehad, de vorige hoofdredacteur. En die zei, dat is goud. Nou ja, Hubertien gebeld van, kun je er iets mee? Nou ja, zij stelde de vragen. En de mensen waar we naartoe gingen, die mailden. En ik maakte de foto's. En toen er iedere werkdag geplaatst werd, toen dachten we wel, jeetje, wij zijn gewoon geschiedenis aan het schrijven met deze verhalen. Ja, en dan komt van het een het ander, denk je, ja, zullen we dan ook een boek maken? Ja. Nou ja, dan ga je sponsoren zoeken, opmaken. Conny Smits, die wilde graag de opmaak maken. Ja. En het lukte gewoon allemaal. En dan heb je 2500 boeken kunnen drukken. En dan hebben we ondertussen gewoon bijna 15.000 euro opgehaald. En hebben we heel veel zorginstellingen heel gelukkig gemaakt. Ja, daar worden wij ook weer gelukkig van. De prijsuitreiking gebeurde door Mark Vis, de directeur van de NLPO, die uiteindelijk de gouden envelop mocht openen. De winnaar in de categorie Omroep Vrijwilliger van het Jaar is Alice Rijkers van Omroep. Yeah. Als een droom met een wandeling begon om een mooi boek te maken, een mooie serie te maken. En uiteindelijk lukte het gewoon door al onze collega's van Omroep Meierij. Dus ik draag het op met allemaal van Omroep Meierij. Jongens! We hebben hem, Jan! Zo is het, hè? We hebben hem! En nu op de rode loper en nu voor het echt, hè? Oh, we hebben hem gewoon, hè? Ja, echt geweldig. Ik had het niet durven hopen. Maar ik vind het wel echt fantastisch. Ja, het is echt wel, denk ik, een beloning en bekroning op ons werk wat we voor de omroep gemaakt hebben en wat we allemaal nog willen maken. Dus ja, super. Het mooie is ook dat jij als vrijwilliger van het jaar die prijs hebt gewonnen. Maar je hebt het samen gedaan met Hubertien van der Biggelaar, een van onze professionele medewerkers. Hoe is dat, die samenwerking? Ja, die is fantastisch. Dan moet ik er wel bij zeggen. Dat boek wat we samen gemaakt hebben, heeft Hubertien ook helemaal belangeloos gedaan. Ja, dat is gewoon, echt een fantastische samenwerking geweest. We hebben het met heel veel plezier en liefde gemaakt. En ik denk dat het ook uitstraalt. Ja. Zullen we Hubertien er even bij halen? Ja, graag. Hubertien, kom er even bij. Voor jou ook een topavond, denk ik, hè? Ja, maar vooral ook heel trots op Alice. Want die heeft echt wel verdiend. Ze doet er zelf een beetje bescheiden over. Maar ja, ze heeft gewoon dik verdiend, vind ik. Ja. Nou, jullie hebben het samen gedaan. Dat hebben wij vanaf de zijkant ook heel nadrukkelijk kunnen zien. En ik denk dat Omroep Meierij op deze manier ook laat zien wat je kunt betekenen in een lokale samenleving.
Ja, dat is ook wel heel belangrijk. En ik denk ook dat we kunnen mensen verbinden met elkaar. Maar ook het plezier wat je kunt hebben samen en daardoor ook anderen plezier kunt geven. Ja, dat blijft voor mij ook het belangrijkste. Ja. Hartstikke gefeliciteerd, allebei. Dankjewel. En ook hoofdredacteur Jan de Jong van Omroep Meijerij is trots op de prestatie van Alice en het team van Hoe gaat het mee? Ongelooflijk trots op Alice natuurlijk, want ja, daar begint het toch allemaal bij. Het begint ook bij vrijwilligers, dat is heel belangrijk. Maar ik ben ook heel trots op Omroep Meijerij in zijn totaliteit, want ja, we hebben het vanavond ook hier in Hilversum gehoord. De lokale omroepen moeten professioneler gaan werken. Daar heb je professionele krachten voor nodig. Die zijn niet beter, maar die zijn wel vast te sturen. Die zijn op bepaalde tijden aanwezig. Vrijwilligers kunnen ja of nee zeggen. Mensen die in dienst zijn, die kunnen gewoon het werk doen. En een lokale omroep moet ja, die professionaliteit krijgen. Maar zal nooit zonder vrijwilligers kunnen. En daarom is dit project zo fantastisch. En dat het nog lang gezellig bleef bij de naborrel in Hilversum, dat zal niemand verbazen.